Hallo kijkers van G-Typo, mijn naam is Damien, ook wel Damien Achterink TV. Sommigen zullen mij wel kennen van de GTA Online serie, sommigen niet, misschien, ik weet het niet. Dus anders, hoi, ik ben Damien. En ik heb Gijs' kanaal overgenomen, G-Typo is nu van mij. Nee, grapje. Gijs' computer is kapot, hij kon geen video's maken, video's uploaden. En dus vroeg hij van, hey Damien, wil jij een video maken? En ik dacht van, tuurlijk Gijs. Alleen ik wist eerst niet wat voor spelletje ik wou gaan doen. En uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om The Sims 4. Ja, het gierige spelletje van EA waar je uiteindelijk weer 500 euro voor betaalt. Door al die stomme DLC's waar je 3 muren voor krijgt elke keer en 2 nieuwe schoenen. Geweldig. Hou je mond. Zo, het eerste wat wij dus gaan doen. We gaan Gijs maken, yes. We gaan in het leven van Gijs stappen. Hoe zou Gijs leven eruit zien als hij op zichzelf woont? Daar gaan wij vandaag achterkomen. Nou, hier is een foto van Gijs. Dan weet je hoe Gijs er ook uitziet. We moeten eerst gaan kijken. Natuurlijk is zijn naam. Nou, nu je zag hoe, zo ziet Gijs eruit. Het eerste wat ik nu moet gaan doen is Gijs namaken. En dat gaat nog een hele klus worden. Dus ik zie jullie zo als ik Gijs klaar heb gemaakt. Doe de beeld. Gemaakt. Doei. Ja hoor. Hij is af. Hier staat hij dan. Onze geweldige Gijs. En daar komt hij. 3, 2, 1. Tadaa. Mooi hè? Vind je niet op Gijs lijken? Kijk, dit was de foto die ik gebruikte. Zo fancy. Oeh, je hebt een beetje een lange kin. Moet even verbeteren. Oeh, nee. Hou maar weer gewoon je lange kin zo. Ja. Nou, kijk. Kijk, hij heeft zoals een buikje. Hè, Gijs? Oké, tel eens hè. Ik zat net een beetje dit rond te bekijken. Moet je dit zien hè? Dit is dus, kijk. Dit heb ik in bezit, want dat was het enigste gratis. Maar let op hè. De digital deluxe upgrade. Want ik heb al een digital deluxe ofzo. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. En dan heb je nog een upgrade. 15 euro. In de natuur. 20 euro. Aan het werk. 40 euro. Hier, feestaccessoires. 10 euro. Perfecte patio nog wat. 10 euro. Wellnessdag. 20 euro. Keukenaccessoires. 10 euro. Dat gaat toch nergens over? Je gaat er ook niet naar de film. En dan ben je de film aan het kijken 20 minuten. En vervolgens staat er in het scherm, betaal nog 10 euro om te kijken hoe ze in die avond naar het feestje gaan. Dat staat toch nergens op? Ik wil een spel, dan wil ik alles in één. Ik hoef niet de DLC's waar ik 20 euro voor betaal. Het spel kost 40 euro. Ik heb de normale Sims nu voor 40 euro. En vervolgens moet ik ook nog 10, laten we zeggen, in totaal was het 100 euro bijleggen. Om vervolgens dingen te krijgen die ik ook gewoon voor 60 euro in één keer had kunnen krijgen. Fucking EA. Maar ik zal even de kleding laten zien van Gijs. Dit is zijn dagelijkse outfit. En nu Gijs, formeel, zakelijk, een beetje gay, een beetje roze. Maar ja, dat past wel bij Gijs. Een sportief kleding, nou leuk. Zijn nachtkleding, gewoon lekker naakt, half met pantoffeltjes. Past wel bij Gijs. Face, nou een beetje Gerard Joling stijl. Hè, dat past ook wel bij Gijs. En natuurlijk zijn Boba Fett outfit. Hoort er ook bij. En dit is natuurlijk het gouden Gijs. Dus als je Gijs ooit in bij het zwembad ziet, dan ziet Gijs er zo uit. Oei, Gijs moet wel een kontje. Ja, Gijs heeft een mooi kontje. Ja, mooi. Nou, laten we nu maar een huis kopen voor je. Yes! Oké, daar zijn we dan. Het mooie stukje grond. Hier gebeurt het. We gaan een huis bouwen. Nou, het eerste wat we natuurlijk nodig hebben. Gijs heeft een klein budget. Dat gaan we even verhogen. Oh, kijk. Gijs' Divi Move salaris is gestort. Hoe noem je dat percentage ding? Was dit jaar een stukje hoger. Deze maand. Waardoor Gijs even wat YouTube money heeft verdiend. Dus hij is verhuisd. Of niet verhuisd, maar hij gaat nu een huis bouwen. Gaan we even kijken. Wat is een mooi huis voor Gijs? Nou Gijs, moet je toch eens kijken wat van mijn huisje ik in elkaar heb geflanst. Of heb je zelf gebouwd? Kijk. Dit is Gijs' huis. Zo'n YouTube money huis. Kijk, dit is de werkkamer. De G-Typo hall. Hè? De room. Dit is de woonkamer. De badkamer, de keuken en zijn slaapkamertje. 2-persoonsbed, alleen hij is forever alone. Dan ben je het. Kijk, kijk eens mensen. Gijs gaat al gelijk op de computer om YouTube video's voor je te maken. Hij heeft nog niet eens zijn huizen bekeken en meneer zit al gelijk filmpjes te maken voor jullie. Wat een heldig, hè? Daarom houden jullie zo van Gijs. Ik denk dat je zomaar naar bed gaat, want je moet morgen vroeg op.
We gaan een baan zoeken. Oh nee, wacht, je hebt geen baan, want je hebt YouTube money's. Yes! We gaan gewoon dadelijk de stad in. We gaan wat sociaal doen met mensen. En misschien wilt er iemand bij je wonen. We gaan wel op zoek naar een man, want je bent lichtelijk gay. Daar kan je niks aan doen. En zo accepteren we je ook. Misschien, ik vind deze vent wel wat voor jou. Gijs, begroet hem. Het is Jeffrey! Jeffrey, snap je. Hoi Jeffrey! Ja, er is één probleem. Gijs, nee. Oké, jullie zijn vrienden. Maar meer niet. Jullie kunnen niet meer zijn dan vrienden, want Jeffrey heeft al een vriendin. Oeh, Gijs is blij geworden. Hij heeft 25. Ik heb geen idee wat de Sims inhoudt. Maar Gijs! Gijs! Waar ben jij? Je staat nog... Zeg dat die vrouw weg moet. Er zit een random vrouw hier zwemmen. Ga eens eruit! Mevrouw, oma! Ik denk dat je bent buur. Naomi Wolter. Nee, ga eens heel gauw... Gijs, stop met Jeffrey. Ga eruit. Buren vragen binnen te komen. Wil je... Wat een rare buurvrouw. Ik dacht meestal, hé, van... Je gaat bij elkaar langs, geef een bloemetje. Hoi, ik ben de nieuwe buurvrouw. Maar nee hoor, wat doet... Ze zit trouwens... Nee, ze zit niet vast. Maar deze vrouw denkt van... Oh joh, laat ik gewoon zijn zwembad in springen. Want dat kan. Het kan inderdaad, maar ja... Je blijft gewoon doorzwemmen ook. Gijs... Eruit! Eruit! Mijn huis! Jou, eruit! Oh, sorry, ik had niet door dat het jouw zwembad was. Het is de hoogste tijd. Je moet gewoon niet random in iemand zwembad gaan zwemmen als je... Als je niet eens thuis is. Je bent echt raar. Ksh, ksh, ksh. Stom wijf. Dankzij de nieuwe kookvaardigheden van Gijs. Nee. Simpelijk was oké. Okay. Weet je, we houden het gewoon voort aan op magnetron maaltijden. Ah, Gijs! Ah, oh, je moet ook uitkijken. Nee, die... Oké, twee keer dezelfde fout maken. Je bent echt dom. Echt blond. Gadver, nee. Dit ga je nu niet in je... Ah, gad, I'm done. Kijk mensen, zo leren jullie Gijs nog een beetje kennen, hè. Jullie denken allemaal dat Gijs alleen maar... Ja, jullie vinden Gijs allemaal wel geweldig. Maar kijk, als een smeerlap het is. Hè? Een beetje in zijn oor daar en daar. Kijk, zie je, je ziet het gele. Zie je het gele? Dat is zijn oorsmeer. Moet je trouwens kijken hoeveel werk ik gewoon in dit huis heb gestopt, hè? Dat heb ik gewoon zelf gebouwd, hè, van Gijs. Zijn rovershol. Kijk, Gijs gaat naar bed. Het was een lange dag. Hij heeft veel fouten gemaakt, zoals elke dag. En nu gaat Gijs lekker slapen. Oh, Gijs wordt wakker. Wat ga je doen? Yo, ik ben Gijs. Ik weet niet wat ik moet doen. Mimi. Wat moet ik nou doen? Ik slaap het allemaal niet. Mimi. Kut, Gijs. Ga video's maken of zo. Zorg dat je computer niet kapot is of zo. Kijk, hij doet het toch? Ik snap niet wat zijn probleem is. Oh ja, eet je salade waar nog oorsmeer in zit. Kijk, een champignon. Daar is niks grappigs aan salades eten. Er is echt niks grappigs aan. Ga maar weer naar bed, je hebt straf. Ah, een nieuwe dag is aangebroken. Het is 5:00 ochtends. Ja, normaal tijdstip voor Gijs om wakker te worden. En jij gaat er Alien Isolation spelen. Nee, Minecraft. Je gaat een Minecraft video maken. Wat is er grappig aan? Je zet blokken op elkaar. Je verliest nog ook. Het is helemaal niet zo... Oh, wie zit er nou zo te computeren? Oh, wat spannend. Een pizza bezorgen. Ja, we gaan een pizza bestellen en dan niet aannemen. Ontbijtspek, salami, kaas. Kaas. Kettlebelty. Oh, onze prank gaat in actie, jongens. Binnenkort, pizza prank. Op Gijs' kanaal, pizza prank. Spoiler, hè. Je weet het allemaal hier als eerst in de kat-eliminatie hall, dit huis. Zo moet de kat-eliminatie hall. Klinkt zo kut. Nee, het is eerder de kat-eliminatie clubhuis en dit is de rovers hall. Dat is Gijs' werkplek. Waar ga je heen? Oh, nee, Gijs. Nee, Gijs! Je verpest je vermomming. We moeten wachten totdat... Nee! Binnen blijven, kut Gijs. Het is onderhand een uur later. Je hebt het verpest. Als de pizzaman nu langskomt, heb je onze hele prank verpest. En dan ging de prank fout. Kijk! Daar staat Gijs, nu, mee blij? Wat hadden we nu kunnen laten schrikken? Misschien kunnen we iets doen. Pizza accepteren. Nee, we laten hem wachten. Kom, ga hierheen Gijs. Hij ziet ons niet. Gijs! Prank! 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 Prank!
Daar is de camera. Prank. Ik ben hier. Ik sta niet binnen. En nu denkt hij. Oh, ik ben in de prank getrapt. Maar ja, er stonden camera's, dus dan mag het. Oké, Gijs, je prank ging fout. Accepteer je pizza. Ga naar huis. Niemand wil dit. En hij verdwijnt. Daar komt hij. Hey. Ik wil ook zijn toverbord. Ik zeg, kijk maar, ik ben klaar, mag ik nog een punt? En dan krijg ik nog een punt. Dus van, ah, ik had er nog al die tijd heen. Kijk, nam. Oké, Gijs, plan vandaag is om het park te gaan bezoeken. Dat was net al. We gaan reizen. Hier, weer een nieuwe winkel. Laten we even bekijken. €40 Godverder, ik word er geen moe van die Sims. Beetje vies kijken naar kindertjes. Je kijkt niet goed naar het meisje. Ga daarbij staan. Help haar. Ze valt. Kijk. Zo meisje. Moet ik jou even helpen. Mijn naam is Gijs. Misschien ken je me wel. Oh, we gaan naar Zeemons. Kijk, dit doet Gijs in zijn vrije tijd, jongens. Gijs' computer is helemaal niet kapot. Hij zit stiekem gewoon dit te doen. Hij zit te wachten tot er een kindje komt. Geen kind te bekennen hier. Raar. Kijk ook hoe die kijkt. Nee, ik ga even krachten. Waaah! Hey, ik speel. Dat is lullig. Gij speelt helemaal geen zeemonster meer. En nog roept ze van: help, een zeemonster. En die kinderen daar. Oké, ga maar. Hey, kijk! Wie is daar? Het is Jordi. Wie is dit? Summer Holiday. En wie is dit? Dit is Nick. Nee, het is Jeroen. Jullie kennen Jeroen niet, maar ik wel. Hoi Jeroen. Kom op, wees eerlijk. Het lijkt op Jeroen. Kijk, we hebben een Ginger, Nick, Gijs, Iris, Jeroen en Nick. Aan één tafel. Nee, Björn, Jeroen, Iris, Gijs. Haha, wat leuk Damien. De HGP meeting. Hoi, niemand komt. Oké, Gijs, we gaan naar huis. Genoeg met Björn, Iris en Jeroen gepraat. Waar is huis hier? Oké, Gijs, ga jij nog maar even een alien video opnemen? Hint, hint. Hoe Gijs nu zijn alien video aan het opnemen is. Wil ik daarbij zeggen, heel erg bedankt voor het kijken. Vonden jullie deze video leuk? Vergeet dan geen blauw duimpje omhoog achter te laten. Als je ook meer van mij wil zien, abonneer dan op mijn kanaal. Dat is Mr. Demon82, maar het link staat denk ik wel in de beschrijving. Ja, ik vond het leuk dat jullie hebben gekeken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien hoe Gijs zijn leven is buiten. Als hij op zichzelf woont. Het is echt een geweldig leven, hè? Toppie Gijs. We hebben meer van hem leren kennen. En dan hoop ik dat Gijs' computer snel weer gerepareerd is. En dan, ja, meer weet ik niet, zeg ik... Bedankt voor het kijken en dag.